De nummer 1 van D66 is natuurlijk Sigrid Kaag. Maar vandaag mag de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Rob Jetten, zich officieel haar running mate noemen. De partij presenteert vandaag de lijst met kandidaten voor de verkiezingen. Ik heb u al gefeliciteerd, dus dat laten we achterwege. Maar kunt u iets verklappen over die lijst? Want u zei net al, meer vrouwen, meer diversiteit. Wat gaan we terugzien? Ja, ik kan nog niet de namen verklappen, want die worden vanmiddag om 3 uur bekendgemaakt op de website van D66. Maar we hebben goed gezocht naar een balans tussen ervaring van mensen die al in de Kamer zitten, die graag ook nog een paar jaar doorgaan. Maar ook vernieuwing. We hebben met Sigrid Kaag een nieuwe partijleider, nieuw leiderschap. En dat zie je ook echt terug in de lijst met nieuwe jonge vrouwen. Ook een hele diverse lijst, allerlei verschillende biculturele achtergronden. Ja. En ook een mooie spreiding over het land. En de naam Fonda Sala, zou dat een goede zijn voor de lijst? Dat is, zij is uitgeroepen tot de meest inspirerende D66-vrouw. Door het Els Borst-netwerk vorig jaar. Er gaat elk jaar een prijs naar een vrouw die echt inspirerend is voor aanstormend talent. Zij heeft hem afgelopen jaar zeer terecht gewonnen. Ja. Zou wellicht een goede zijn voor op die lijst. Meer diversiteit op de kandidatenlijsten, dat zien we wel dat de laatste tijd. Dat is overal. Je kan niet achterblijven. En dat lijkt me ook in deze tijd heel normaal. Inmiddels hebben we u al 2 jaar als fractievoorzitter van D66 gezien. Laten we eens even kijken hoe u dat is vergaan. Ik ben ongelooflijk blij en trots erop dat jij mij gaat opvolgen. Van Mierlo zei een keer, leid ons tegen mij. Ik zeg nu tegen jou, leid ons. Alsjeblieft. Wij gaan met de fractie een goed gesprek hebben zometeen. Wij gaan dinsdag met de fractie daarover praten. Wij hebben gewoon de afgelopen dagen als fractie de koppen goed bij elkaar gestoken. En ik heb ontzettend veel zin om met hen aan de slag te gaan. Ja. Toen op een gegeven moment als knipoog vanuit D66 ook truien laten maken waar die tekst klimaatramen op stond. En we hebben volgens mij nog nooit zoveel merchandise van D66 verkocht. En dat vind ik echt dan waar D66 zich onderscheidt van andere groene partijen. Je moet ook weten wanneer je moet stoppen met drammen, omdat je dan een deal kan sluiten met partijen. Ik ga me niet kandideren voor het lijsttrekkerschap van D66. Ik steun Sigrid Kaag. Ik begon meteen te lachen bij die quotes van de beginperiode. Van het begin. Ja. Hoe kijkt u daarop terug? Ik schrik trouwens als ik mezelf weer met een bril zie. Ik ben het zelf wel helemaal gewend. En handen schuddend ook, dat is ook graag in deze tijd. Knuffelen en zo met Alexander. Ik was 31 toen ik Alexander opvolgde als fractievoorzitter. En als ik daar nu aan terugdenk, ik vond het eigenlijk doodeng. Want waar begin je eigenlijk aan? Ja. En ik ben een tikje perfectionistisch, dus ik wil het heel graag heel goed doen. Maar je ziet het terug in die oude beelden. Het was een beetje verstijfd in het begin. Dus maar dat heeft u snel losgelaten volgens mij. En kon er ook wel om lachen. Ik kon er toen al om lachen, maar nu helemaal. Ja. Zeker. Bij het CDA hebben we ook de running mate. Dat is Pieter Omtzigt natuurlijk. Ja. Eigenlijk een beetje uit nood geboren, omdat het een razend spannende verkiezing daar was. En hij nipt heeft verloren. Ja. Is het bij u wel echt een bewuste keuze om dus als nummer 2 richting de verkiezingen te gaan? Ja, ik heb eigenlijk al vorig jaar in de zomer gezegd, ik wil sowieso door. Ik vind Ik ben heel trots op dingen die we hebben kunnen doen de afgelopen paar jaar. Klimaatakkoord, kinderpardon. Ik vind ook dat ik als een van de jongste Kamerleden ook echt een stem moet geven aan de problemen van de jongere generatie. Geen baan kunnen vinden, geen huis kunnen kopen. Dus ik wilde door voor die onderwerpen. En kan Sigrid Kaag dat dan niet? Jawel, maar ik moest eerst de vraag beantwoorden, wil ik dat als lijsttrekker doen? Mm. En daar kwam ik dacht wel, ik zie in Sigrid Kaag zeer ervaren, oud VN-topvrouw die in oorlogsgebieden heeft gewerkt, goede minister. En tijd voor een vrouw in het torentje. Dus Sigrid Kaag als lijsttrekker zag ik helemaal zitten. En ik vind het ook een eer om achter haar te mogen staan, om ervoor te zorgen dat ze heel groot gaan worden. Maar u zegt, ik wil focussen op jongeren, op groen zijn, op klimaat. Ja. Denkt u dan dat Sigrid Kaag daar minder oog voor heeft dan u? Nee, dat zeker niet. We hebben ook samen en ook met Wouter Koolmees en vele anderen het verkiezingsprogramma geschreven waar die onderwerpen terugkomen. Ik denk dat Sigrid Kaag vooral symboliseert nieuw leiderschap, een inclusieve samenleving waar iedereen de kans moet krijgen het beste uit zijn leven te halen. En ik kan daar extra accenten in zetten. Als de klimaatdrammer trui kwam ook even voorbij. Ja. Ik zie enorme kansen voor het Nederlands bedrijfsleven om die vergroeningsslag te maken. Maar ik zie ook dat mijn generatie en mensen die nog jonger zijn dan ik, die zitten echt in de verdrukking door die coronacrisis. En daar wil ik dan als jongere kandidaat ook echt een stem aan geven. Ja, een sterke man achter een sterke vrouw, dat is
anders dan we eerder hebben gezien. Die running mate, is dat iets van de laatste tijd eigenlijk? Nou, die term die komt natuurlijk een beetje uit het hele Amerikaans. Dat je inderdaad zo heel sterk die nadruk ook op die tweede legt. Aan de andere kant zie je bij veel partijen dat er inderdaad hele goede kandidaten zijn. En het moeilijk uit te maken is wie er nou eigenlijk op nummer 1 is. En de nummer 2 niet tekort wil doen. Want ja, juist samen als team kan je inderdaad, en dat zie je hier ook heel duidelijk, kan je heel sterk staan op verschillende vlakken. Hè. Sigrid Kaag is natuurlijk de belichaming van een vrouw aan de top. Hè. Even in die zin. Maar een jong iemand, wat jij zegt, die jongere generatie, ja, dat spreekt me ook ontzettend aan. Want ja, juist die jongeren hebben een stem keihard nodig. Dus dan zou het zonde zijn als je alleen op nummer 1 aandacht vestigt. Nou zijn er verschillende verkiezingsprogramma's inmiddels al gepresenteerd. Ook die van de GroenLinks, van de PvdA. Nou ja, zij willen in ieder geval graag met elkaar samenwerken, maar ook met u. Als ik denk aan een linkse progressief motorblok, dan hoort D66 daar zeker bij. Vooral omdat zo'n linkse progressief motorblok ook heel groen moet zijn. En daar kan ik het heel goed op vinden met Rob. Dus ja, ik zou het heel leuk vinden. En persoonlijk zou ik het ook heel fijn vinden om intensief samen te mogen werken. Er zijn natuurlijk ook genoeg verschilpunten. Zij vinden het grote bedrijfsleven iets belangrijker. En daar zijn ze iets aardiger voor dan dat wij zijn. Omdat ik echt vind dat die gewoon veel meer belasting mogen betalen. Maar goed, uiteindelijk is er veel meer wat ons bindt dan dat ons verdeelt. En we moeten gewoon samenwerken in een volgend kabinet. We moeten samenwerken in een volgend kabinet. Wilt u die deal ook aangaan? Dat je hoe dan ook gaat samenwerken met GroenLinks en de Partij van de Arbeid? Ik hoop sowieso dat de progressieve partijen groter worden dan we nu zijn in de Kamer. Want dan kunnen we op heel veel thema's veel meer bereiken. Ik ben wel een beetje verbaasd over dat linkse blok, hè, GroenLinks, PvdA, SP, die eigenlijk zeggen wij willen met z'n drieën alleen dat kabinet in. Hè. We hebben ooit gehad Rutte met Wilders, toen kon rechts Nederland zijn vingers erbij aflikken. Nou, dan wil nu een linksblok een kabinet waar links Nederland zijn vingers bij kan aflikken. Ik denk, laten we vooral in deze moeilijke tijden weer kijken hoe we vanuit dat politieke midden een kabinet kunnen vormen. En D66 en GroenLinks, ja, de programma's lijken op elkaar, we kunnen goed met elkaar samenwerken. Jesse Klaver en ik kunnen goed met elkaar. Dus ja, het zou heel mooi zijn. Maar ik ga me niet overleveren aan de SP die uit de euro wil, die het pensioenakkoord wil opblazen, noem het maar op. En als de SP hier niet bij aansluit, bent u er dan wel voor te porren? Ja, dat is denk ik ook de vraag die Jesse Klaver en Lodewijk Asscher nu moeten beantwoorden. Gaan we dus met dat anti-Europese SP samenwerken of met het groene pro-Europese D66? En als ik u zo hoor, zegt wij zitten prima in het midden. Nou, CDA presenteert zich ook als middenpartij. VVD is met hun programma ook wat richting het midden opgeschoven. Betekent het dat u dan eigenlijk een voortzetting wil van het huidige kabinet? Nou, we hebben de afgelopen 4 jaar goed met elkaar samengewerkt en veel bereikt. Maar we zien denk ik ook wel de spanningen op thema's zoals medische ethiek, hè, tussen D66, CDA en de ChristenUnie. Dus de vraag is vooral hoeveel zetels gaat iedereen halen. Ja. En ik denk dat we uit moeten kijken dat we dus heel erg naar de extreme toe gaan, naar links of naar rechts. Ja. Kijken hoe we goed kunnen samenwerken en ons uit deze coronacrisis kunnen loodsen. Want van D66 wordt ook wel eens gezegd, het is een beetje een niksige partij. De ene keer met rechts, dan weer met links. Zwalkt u dan niet te veel tussen het ene en het andere heen en weer? Nee, ik denk dat juist D66 een hele veilige keuze is wat dat betreft voor veel mensen. Ze weten dat we volop inzetten op onderwijs, op ondernemend Nederland, vergroening en een inclusieve samenleving waar iedereen er kan zijn. Ja. En wij zijn ook in staat om die links- en rechtse kampen met elkaar te verbinden. En er zijn natuurlijk meer partijen die dit soort termen nu gebruiken. Is dat dan extra concurrentie of bent u er blij mee dat er meer richting het midden wordt geschoven? Nou, ik ben blij dat de VVD in ieder geval onze kant is opgeschoven, want die waren een beetje de weg kwijt de afgelopen jaren. Maar ik denk ook, na 10 jaar Rutte, tijd voor nieuw leiderschap. Dus ik zou zeggen, stem op 17 maart op Sigrid Kaag. Nou, dat is meteen even een stemadvies.